Op de Haagweg is een vrachtwagen op een tram gebotst. Er zijn 4 mensen ter plaatse behandeld, maar volgens de politie hoeft er niemand naar het ziekenhuis. Er is ook een personenauto bij het ongeval betrokken. Onderzoek moet gaan uitwijzen hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. De vrachtwagen kwam in botsing met de tram, waarna de voorkant van de vrachtwagen een personenauto raakte. Dus je weet dat die derde deur, zeg maar, weet je, het wordt middenstuk. Dan is het helemaal naar binnen gegaan. Ja. Hij staat een stuk van het naar boven, zeg maar, op het dak staat in een beweging. Of naar onder, zeg maar, vanaf de bouw staat in de boven geknikt. De hele deur komt zeg maar, van wat naar de trap. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Tram 1 en 15 kunnen niet rijden. Vanaf station Voorburg worden bussen ingezet.